Hey, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe GPFans nieuws. We beginnen toch wel met breaking news. Want Sergio Perez die heeft zojuist zijn contract bij Red Bull Racing verlengd voor het seizoen van 2022. Zo heeft de Oostenrijkse renstal zojuist gemeld op social media. Het stoeltje van de Mexicaan stond de laatste tijd onder druk, maar Red Bull heeft toch nu wel het vertrouwen uitgesproken in de 31-jarige coureur. Ja, wat vinden jullie ervan? Is dit de juiste keuze van Red Bull Racing of zag je toch liever iemand anders in dat stoeltje? Laat het weten in de comments hieronder. De Grand Prix van Nederland op circuit Zandvoort staat nog voor een zeer spannende periode, zo vlak voor aanvang van het evenement. Gisteren stond de organisatie voor de rechter en deze kon de standpunten omtrent het stikstofprobleem goed begrijpen. Daarom wordt er pas na het weekend een uitspraak gedaan. Ja, omdat de uitspraak nog tot maandag of dinsdag op zich laat wachten, is het voor de organisatie van de Formule 1 race bijna niet te doen om het evenement te annuleren. MLB heeft hier begrip voor en zou daarom akkoord willen gaan met een tussenoplossing, waarbij dus het publiek en het voorprogramma worden geschrapt. Zo meldt motorsport.com. In het voorprogramma zit onder meer de Formule 3 en de Porsche Supercup. Nou, als dit geschrapt zou worden, wordt de stikstofuitstoot al deels teruggebracht. Volgende week meer hierover. En als het aan Max Verstappen ligt, dan gaat George Russell een stapje hoger opmaken. Dat zou dan uiteraard bij Mercedes moeten zijn. De Nederlander spreekt vol enthousiasme over de Brit. En ook Charles Leclerc die lijkt te vinden dat Russell het verdient om de plek van Bottas in te nemen. Het is geweldig als George dat zitje zou krijgen. Hij verdient het namelijk echt. Maar je weet ook niet echt hoe goed hij nou precies doet, vindt Leclerc, omdat de coureurs erg afhankelijk zijn van het materiaal waarmee ze werken. Ja, Leclerc die ziet het als een eer voor Russell als hij tegen Hamilton op mag nemen bij Mercedes. En ook Verstappen die lijkt de voorkeur voor Russell te hebben. Hij vindt dat de Britse talent wel heeft aangetoond hoe goed hij is. George is erg snel, maar hij kan daar niet de rest van zijn carrière blijven. Ik denk dat hij meer verdient. Aldus Max Verstappen. Ja, nemen we nog even een snel kijkje naar het programma van dit weekend. Zojuist zijn de eerste twee vrije trainingen geweest. Morgen 28 augustus begint om 12 uur de derde en laatste vrije training. En op 3 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie. De Grand Prix van België gaat zondag 29 augustus om 3 uur 's middags van start. Later vandaag komen wij nog met een samenvatting over de vrije trainingen samen met Jan die daar op locatie is. Wil je dat niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. Tot dan! Hoi!